Transvaal spelende in het wit-groen nam het op tegen Excelsior in het rood. Scheidsrechter Antonio Pinas had de leiding over deze wedstrijd. Beide ploegen hadden de winst, zoals eerder gezegd, heel erg hard nodig. Ze stonden respectievelijk op de 6e en op de 7e plek. Transvaal stond 1 plek hoger omdat ze een beter doelsaldo hadden. Het was ook Transvaal die vanaf het begin het initiatief nam. En het duurde niet lang alvorens Transvaal de score opende in de 27e minuut. Middels een doelpunt van Kevin Cairo. Voor Transvaal was het ene doelpunt niet voldoende en gingen ze op zoek naar de tweede. Een tweede doelpunt dat ze 2 minuten later vonden en het was de andere Kevin Martin, die de 2-0 aantekende voor de wit-groene formatie. Na dat moment werd Excelsior wakker en in de 31ste minuut reduceerde Viola Body de achterstand naar 2-1. 2 minuten later was het weer Excelsior, die dit keer middels hun clubtopscorer de stand in evenwicht trok. Gillian Maatrijk scoorde de 2-2. Was tevens de ruststand. In de 55ste minuut beging Javin Crawford een overtreding in het strafschopsgebied. Excelsior kreeg een penalty en Crawford werd richting de kleedkamer gestuurd. Ailton Paiva verzilverde deze strafschop en bracht Excelsior van 2-0 achter op een 3-2 voorsprong. Een 3-2 voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. Excelsior wint deze wedstrijd met 3-2 dus. Na deze overwinning sluit Excelsior de eerste ronde af met 13 punten uit 9 wedstrijden. En Transvaal blijft steken op 10 puntjes.